Alle maatregelen vanwege het coronavirus zijn verlengd. En zelfs de evenementen zijn tot september allemaal afgelast. De cultuur in Helmond krijgt rake klappen. We spraken wethouder Antoinette Maas over hoe het nu gaat in onze gemeente. Ja, de impact op de stad is natuurlijk enorm. Ik denk dat iedereen dat intussen gezien heeft. We hebben afgelopen week allemaal weer gekeken naar massaal, hè, bijna 8 miljoen mensen, naar de persconferentie van onze minister-president. Ja. En dan zie je dat die maatregelen weer verlengd gaan worden tot 20 mei. Dat is dus echt ver vooruit. En het effect op onze culturele instellingen en evenementen is enorm. De culturele instellingen zijn eigenlijk allemaal gesloten nu. De theater, het speelhuis, de cacaofabriek, je ziet het met het museum. Heel veel culturele ZZP'ers kunnen eigenlijk helemaal niks. Dus het effect is enorm. En hoe het nu verder moet, we hebben een heel aantal maatregelen genomen. Naast de maatregelen van het Rijk. En je ziet daar dat daar ook veel gebruik van wordt gemaakt. Daarmee zijn we ook bezig met bijvoorbeeld subsidies naar voren halen. Leges die niet betaald hoeven te worden. Dus die effecten die zie je nu. Maar hoe dat op de langere termijn moet, ja, daar is de culturele sector nu over aan nadenken. Want je gaat richting de 1,5 meter economie. En dat wordt wel, dat wordt wel ingewikkeld. Ja, kijk, want je hebt natuurlijk eind mei dus voorgegaan culturele instellingen dicht, maar evenementen tot 1 september. Dus ja, kasteeltuinconcerten, noem maar op. Maar is dat bijvoorbeeld haalbaar voor een theater? Want ja, die moet bijna 1/3 van de mensen, kan die maar naar binnen. Hoe gaat dat dan met huren? Ja, we hebben veel contact met de culturele sector. Ik bel ook regelmatig onder andere met Jochem Otte, de directeur van het speelhuis en de cacaofabriek. Hij is nu samen ook met de regio aan nadenken van hoe je dat kunt gaan inrichten straks. Ja, en dan zegt hij ook, je hebt het echt over zelfs nog maar 88 tot 100 plaatsen van de 400. Hoe ziet er dat uit? En hoe ga je naar zo'n plaats toe? Wat doe je bijvoorbeeld met het theatercafé? Dat zijn heel veel vragen die hij nu aan het uitwerken is. Hij komt daar ook met scenario's straks. Maar dat wordt nog wel ingewikkeld. En met name ook van, als dit niet rendabel is, hoe ga je daar dan straks als stad mee om? Ja. Want dat snapt natuurlijk iedereen. Hè? Je kunt de huur naar voren schuiven. Maar uiteindelijk komt dat bedrag toch op tafel voor de stad. Ja. Aan de andere kant is het ook van belang. Je ziet iedereen ook wel hunkeren naar gewoon wat meer sociaal contact ook. Hè? Het terrasje in de stad. Je mist toch ook nu echt cultuur. Dat zie je ook wel steeds meer in onze omgeving. Ja. Dus goed nadenken samen hoe we daar mee omgaan. Maar die stappen worden echt gezet. Er wordt nu echt uitgedacht. Ja, dan wordt er altijd heel makkelijk gedacht van, ja, maar dan laat je toch even het speelhuis een half jaar geen huur betalen. Maar ja, dat is ook geen optie, want het zal toch opgehoest moeten worden. Ja, uiteindelijk, en dat bedoel ik met bevoorschotting, dat was een maatregel van het Rijk. Op het moment dat je subsidies naar voren haalt en je stelt die huur uit, ja, dat gaat natuurlijk over heel veel geld. Uiteindelijk, het theater is een gemeentelijke instelling nog. En het zal rechtsom of linksom betaald moeten worden. Ja. Maar wij zijn nu bezig als college, en dat doet in samenspraak met de raad, om alles te inventariseren. Welke maatregelen nu effect hebben, waar kunnen we gebruik maken van het Rijk. En wat verzamelt zich uiteindelijk in één nota. Dat heet dan een soort crisis- en herstelnota. En dan gaan we echt een integrale afweging maken van hoe gaan we daar de komende jaren richting de begroting mee om. En ja, dat doen we echt in samenspraak met de gemeenteraad natuurlijk en met de stad. Heb je ook een boodschap voor voor misschien de ondernemers die in de cultuur zitten, of voor de mensen, de Helmonders zelf? Ja, in de culturele sector. Ik heb ze ook nog, dat is nu denk ik 1,5 week geleden, ongeveer 2 weken geleden, allemaal een brief gestuurd. Het waren er een paar honderd. Ook de ZZP'ers van, dit zijn de maatregelen vanuit het Rijk die we genomen zijn. En dit kunnen we voor jullie lokaal betekenen. We hebben een loket dat ze kunnen bellen. En kom bij mij persoonlijk echt op de lijn als je ergens mee zit. Dat doen mensen ook. Die mij ook echt persoonlijk benaderen waar ze mee zitten. En mijn boodschap is ook gewoon hou vol.
En kom vooral ook gewoon, neem contact op en ook met mij persoonlijk. Waar we jullie kunnen helpen, zullen we dat zeker doen. Dus ga niet alleen voor deze crisis staan, want dat doen we gewoon samen. En dat geldt eigenlijk ook voor alle mensen in de stad. Hou vol, hoe moeilijk het ook is. Ja. En ga verstandig om met de maatregelen van het kabinet. En als er zorgen zijn of problemen, neem altijd contact op, want je hoeft het niet alleen te doen.